Meneer Hiddema, u hebt net kennis gemaakt met de nieuwe staatssecretaris, mevrouw Broekers-Knol. Zij moet ervoor gaan zorgen dat kansloze illegalen die aan de verkeerde kant van de wet waren, het land worden uitgezet. Wat vindt u? Denkt u dat het gaat lukken? Ik hou mijn hart vast. Ze moet zich oriënteren. Ze vervalt in allerlei clichés nu. Ze gaat keihard eraan werken. Maar de bedoeling is dat die staten gedwongen worden, middels allerlei sancties, om die mensen terug te nemen. De staten laten zich niet dwingen. Dat is zo klaar als een klont. En ze zijn niet geschrokken van de ambtsvoorgangers van mevrouw Knol. Dus het zou wel wonderbaarlijk zijn dat ze door haar verschijning zich onmiddellijk in de gordijnen vluchten van angst. Ik denk het niet. Dus je moet het doen met de middelen die je hebt en die nooit zijn toegepast. Omdat men met te weinig bezieling aan dat dossier werkt. Ik heb er geen andere verklaring voor. Dat heb ik ook in eerste bij meneer Harbers al een keer verteld. Weet dat maar, hij wist het niet. Dat vrijwillige terugkeer best mogelijk is. Dan werken die landen namelijk wel mee. Heel simpel. Maar de mensen willen niet vrijwillig. Dat komt omdat ze liever hier blijven. Dus je moet ze tot een keuze dwingen. Dus moet je alle criminele asielzoekers, dat zijn er nou honderden, die moet je individueel strafrechtelijk vervolgen. En die moet je ook opsluiten, simpel as that. Dat kan op basis van de strafwet. En hier sinds 1886 al in werking hier. Maar men doet het tot op heden niet. Er zijn natuurlijk ook veel grotere maatregelen denkbaar. Het intrekken van landingsrechten, het stoppen van subsidies of ontwikkelingsgeld, et cetera. Gebeurt ook niet. Ja, dat hoor je nu voor het eerst van de zijde van de regeringspartijen. Dat die maatregelen ook wel eens onder de loep genomen mogen worden. Dat zeggen wij al 2 jaar. En dat die hele kwesties duren ook al langer dan 2 jaar dan ik in de Kamer zit. Nog langer. Is voortdurend gezegd, we zijn op diplomatiek niveau heel verstandig bezig. Maar we kunnen niet het achterste van de tong laten zien, want dat verstoort dan de goede verhoudingen. Dat soort praatjes, waar je jaren mee zoet gehouden. Maar nog nooit is er gebleken dat de Nederlandse regering echt met een concrete maatregel heeft gedreigd. Met een landingsrecht, met intrekking van ontwikkelingshulp. Nooit. Hoe komt dat? Ik zou het niet weten. Ik kan het alleen maar verklaren door wat ik je zeg, te weinig creativiteit. Te weinig dagelijks je bezighouden met de ernst van de situatie. En te weinig bereidheid om echt eens door te pakken. En dat kan heel simpel. Je moet die mensen die hier onvrijwillig rondlopen, de staat chanteren. Want het is wat ze doen. Die moet je gewoon dwingen. En dat kan met de strafwet in de hand. Ze zijn oplichtend bezig. Ze kregen criminele daden. Je kunt ze zo opsluiten. Je kunt ze voorlopig hechtenis houden. En dan komen ze voor het punt. Kies ik om achter slot en grendel te zitten of naar Marokko te gaan? Nou, dat zijn die vrije keuzemomenten. We hebben nu het rapport van Zwol. Dat is pas uit, zo dik. Het meest opzienbare wat meneer van Zwol met zijn onderzoeking is tegengekomen, is dat als de mensen vrijwillig terug willen, er in die problemen helemaal geen problemen zijn met die landen. Kan het zo? Maar dat wisten we al, want de oude directrice van de dienst terugkeer en vertrek wist dat ook al. Toen heb ik Harbers gezegd, ga eens met dat mens praten. Nou ja, Harbers is weg. Het gesprek zal er wel nooit geweest zijn. Het is gewoon niet doen. Niet willen. Joost mag weten waarom niet. Want dat krijg je natuurlijk niet te horen. Niemand zegt ik wil niet. Ik weet het niet. Het ligt kennelijk zo gevoelig dat ze niet kunnen of niet durven. Of te weinig ambitie tonen.